Ja, ik ben Finder Creator en welkom op mijn kanaal. Mensen, we hebben goed nieuws. Goed dat je kijkt. De Amerikaanse president Mike Pompeo is geland vandaag in Suriname, Republiek Suriname. Mijn excuses, ik ben ziek, maar ik vond het toch de moeite waard om heel even deze video op te nemen voor jullie. Dit is ontzettend groot nieuws. Sinds de installatie van de nieuwe president, Santokki, zie je dat er keihard wordt gewerkt om politiek, diplomatiek te herstellen wat over de afgelopen jaren ontzettend is kapot gemaakt. Sterker nog, op internationaal gebied kon voorgaande president Boutersen geen moer meer. Compleet vastgelopen was de regering en hij zelf om internationaal Suriname op de kaart te zetten. Ik ben geen Surinamer. Ik ben hier in Nederland. Ja, nee, ik ben een Surinamer, maar ik ben in Suriname geboren. Hey. Maar ik bemoei me niet direct met Surinaamse politiek, omdat ik niet daar woon. Maar wat ik nu zie is voortreffelijk. De laatste keer dat iemand uit Amerika zich bemoeid heeft met Suriname, heb ik even geresearched, was uit 2007. Een van de defensieminister die toen Venetiaan president was, naar Suriname is gekomen. Maar kijk hier, Santokki president, net Amantrop president. Ik heb net een ander filmpje gemaakt over zo'n vrouw, wat zijn vrouw hier in Nederland doet. Wat doe je hier? Stiekem via de achterdeur, maar goed. Maar via de voordeur, zoals het hoort, komt nu met rode loper en al. Ik weet niet of mensen met pompastij via doen naast die rode loper staan. Maar in ieder geval, het rode loper en al wordt op een normale manier een politicus, een groot politicus in deze wereld, minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten, ontvangen in onze groene tropisch land. Dit is vooruitgang. Dit is groei. Dit is Suriname. Ik hoop dat de bedoelingen goed zijn. Ik hoop dat de bedoelingen zuiver zijn. Ik hoop dat de gesprekken gevoerd kunnen worden die jarenlang in de koelkast hebben gestaan. En dat we op internationaal gebied een rol mogen gaan spelen. Dat we onze rijkdom die we hebben daadwerkelijk kunnen gebruiken voor het opbouwen van ons land en het versterken van de Surinaamse economie. We zijn niet arm. We zijn verschrikkelijk rijk. Maar er moet heel veel worden geïnvesteerd om dat boven water te halen, boven water te krijgen. Op politiek gebied, verschillende sectoren. Iedereen moet bezig zijn met Suriname verder te brengen. En vandaar dat ik dit filmpje heb opgenomen, dat dit is een prachtig, mooi moment om te vieren dat die Amerikanen zijn komen bemoeien in Suriname. Het begint hierbij. En dat met Nederland eindelijk weer wordt gesproken om ambtenaren uit te gaan wisselen. Ja? Een Surinaamse ambassade. Ja? Dat we gewoon internationaal gewoon onze shit kunnen doen. Jongen, dit is echt heel mooi. Bedankt voor het kijken. Goed werk, president Santokki. Ik was eerder vandaag een klein beetje kritischer. Maar dit is toch wel echt veel beter. Want zo hoort het namelijk. Zo ontvang je mensen. Oké. Bedankt voor het kijken van de Creator. Abonneer op mijn kanaal, want ik heb te maken. Bye bye.